kan je deze video liken voordat ik op die stoel ga zitten? Oké, daar gaan we. Ik ga natuurlijk wel eventjes mijn best doen. En zo snel mogelijk. En als het goed is, heb je hem op dit moment geliked. Dus ik hoop dat het je is gelukt. En zoals je weet, ben ik echt een gigantisch fan van boba tea. Ik heb zelfs heel veel boba tea smaken zo in één keer bij elkaar gemixt. Maar ik heb nog nooit zelf iets gemaakt. Dus in de Fan Friday van vandaag ga ik eindelijk eens een keertje mijn eigen boba tea maken van een kit. Ik liep hier zo in Amerika een winkel in en ze hebben allemaal superleuke en schattige dingetjes. En toen kwam ik deze geweldig toffe doos tegen. Het is de Bubble Tea Kit van het merk Hamsta. En wat ik zo bijzonder vind is dat Hamsta volgens mij een Nederlands merk is. Dus dat dat in Amerikaanse winkels ligt, helemaal top. Ze worden heel erg veel geïnspireerd door Japan. Dus vandaar deze super schattige cutesy stijl. En hiermee kun je dus als goed is je eigen boba tea meemaken. Het enige ding is dat die best wel duur is. Namelijk $35. Dat is heel heftig voor één thee. Tenminste, laten we hopen dat je er meerdere thees mee kunt maken. Maar goed. Het is niet een hele zware doos. Dus wat zit er dan in? Kijk eens eventjes. Er zit echt een heel erg schattig kaartje in. Dit is eigenlijk hetzelfde hamstertje als voorop. En dan hebben we hier instructies. Dus het eerste wat we moeten maken is je thee. Kijk eens eventjes. Wat een schattig leuke verpakking. En dit is dan ook letterlijk echt gewoon thee. Vervolgens moeten we natuurlijk ook nog de tapioca balletjes hebben. Oh, hier zijn ze dan. Oh, wauw, wauw, wauw. Maar deze voelen best wel heel erg hard aan. Ik moet waarschijnlijk niet de tapioca balletjes helemaal zelf maken. Maar ik moet deze denk ik wel koken. Alrighty, en als allerlaatste. Oh, hé, maar dat is stoer. Er zitten twee metalen boba rietjes in. I like it. Heel erg nice. Dat was het dan. Betekent dat ik zojuist $35 heb betaald voor theeblaadjes en deegballetjes? Nou ja. We gaan het zien. Ik zie dat ik voor de thee en voor de tapioca balletjes allebei kokend water nodig heb. Deze verpakkingen kunnen heel eventjes aan de kant. Maar in plaats daarvan heb ik natuurlijk heel veel water nodig. Ha! Die ga ik dan maar hier zo in de pan doen. Zo. Kan alles... Oh nee! Waarom doe ik dit? Zal ik alles erin doen? Ah ja, waarom ook niet? Hup. Alsof er niks is gebeurd. Ik zet het aan. Even op zijn allerhoogst. En dan misschien ook eventjes de deksel erop. Dan gaat het wat sneller. En nu wachten. Het water is nu lekker aan het koken. Okidoki. Dus ik heb ongeveer 1 cup hiervan nodig. Oh jeetje, oh jeetje, oh jeetje. En yes. Nou, ik denk dat dat ongeveer wel genoeg is. Ik kan dit nog eventjes door blijven koken. Want we moeten nu thee gaan maken. Hier heb ik 1 teaspoon van nodig. Maar dan echt een flinke teaspoon. Nou, dit is volgens mij wel een flinke teaspoon, toch? Ik doe het hier zo in. En dan ga ik het allemaal maar eventjes roeren. Oh, wauw. Het ziet er bijna uit als cola. Ik had eigenlijk gehoopt dat het misschien een beetje een aardbeiensmaakje zou zijn. Maar zo ziet het er niet naar uit. Dit moet eventjes 3 minuten laten zitten. Ondertussen kunnen we hiermee doorgaan. Want ik heb natuurlijk ook de tapioca pearls. En die moeten even 5 minuutjes gebakken worden. Niet gebakken, gekookt. Zo. Ha, daar zijn ze dan. Oh, zo, ik ruik ze jongens. En ze ruiken echt heel erg sterk. Maar dan ook echt gewoon naar boba. Het is misschien een beetje een rare manier om het te omschrijven. Maar I love it. Ze zien er alleen nog niet helemaal zo uit. Heeft een beetje een soort van wit laagje eromheen. Dat is zo apart. Nee. Oh. Ik denk dat we ze toch maar echt eventjes moeten koken hier zo in het superhete water. Zo, hoeveel? I don't know. Misschien zoiets. Oké. Oh, wow, dat gebeurt echt ongelooflijk snel. Er staat namelijk in de instructies dat zodra de balletjes helemaal naar boven komen, dan moet ik hem op medium zetten en er een deksel op doen. Maar ze zijn er bijna allemaal. Er zitten nog een paar helemaal eronder aan. Eventjes een beetje roeren. Oh, ze voelen al wat jellieriger aan. Oké, dat is echt helemaal geen goed woord, maar whatever. Ik denk dat dit wel oké is. Dus ik pak de deksel erbij en ik zet hem erop. Zo. En dan dit gaat naar medium. Dan moet hij nog eventjes hier zo 5 minuutjes blijven zitten. Ondertussen denk ik dat deze thee wel klaar is. Het hoeft er namelijk maar 3 minuutjes. Ik ga natuurlijk eventjes de theebladeren eruit zeven. Want dat lijkt me niet zo heel erg lekker in je boba. Nou, gooi het er allemaal zo eventjes doorheen. En yes. Nice. Nou, dat ziet er goed uit. Het is wel een mooi kleurtje. Inmiddels zijn de 5 minuten ook alweer over. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze tapioca balletjes. Here we go. En... wow. Wow. Ik zie niet echt een heel erg groot verschil of zo. Dus wat mij betreft, het zal vast wel oké zijn. Ik heb hier geen ervaring mee, jongens. Ik heb hier vergiet en ik denk dat het water... ja, het moet wel. Want dit water heb ik hier uitgehaald. Dus dit moet groot genoeg zijn om al het water in te gooien. Nou moet ik natuurlijk eventjes alleen de boba balletjes overhouden. Zo.
Let's go, let's go, let's go. Yes! Ah, nee, ze zitten nog steeds in de warme jacuzzi. Dit is wel een stuk beter. Ah, ze zien er zo ontzettend schattig en leuk uit. I love this. Dan moet deze eventjes aan de kant. En dan moet ik het eventjes afspoelen met koud water. Dus, nou, even lekker zo in een koude douche. Oh, wat heerlijk dit. Het ruikt oprecht echt zo goed naar boba. Ja, 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 ja. Waar kan ik dit neerzetten zonder dat het overal naartoe lekt? Ik denk gewoon op de thee. Ja, kijk hoe professioneel mijn boba shop is. Haha. Ik heb heel eventjes de thee in de koelkast gezet, want hij moest afkoelen. Dus ik dacht, koelkast. Ik heb natuurlijk mijn tapioca pearls, maar die moeten ook wel gezoet worden natuurlijk. Ik giet ze allemaal eventjes hierin. Oh, oh. Ze blijven nog best wel bij elkaar plakken. Dus daarom is het ook wel heel belangrijk om er een soort van siroop in te doen. Dat kan je zelf maken met wat water en suiker. Alleen, daar heb ik geen zin in. Dus ik heb honing. En ik vind honing ook gewoon prima. Dit zorgt ervoor dat je thee wat zoeter is. En het zou kunnen dat je het zonder dit doet. Dan wordt je thee minder zoet. Het is allemaal best wel logisch. Ik mix het allemaal eventjes samen. Oeh, het wordt inderdaad een stuk minder plakkerig. Dit is nice. Yes, volgens mij is de thee nu lekker koud. En ik heb mijn hele boba station hier zo klaarstaan. Want het is nu tijd voor het allerleukste gedeelte. Ik ga namelijk mijn eigen boba tea nu samenstellen. Ik doe net alsof ik gewoon mijn eigen boba tea shop heb. Hallo, wat wil je? Oh, een boba tea? Ja, dat kan. Als allereerste moet ik natuurlijk mijn tapioca pearls hier zo instoppen. Ze zijn helemaal gekookt tot de perfectie en ze zijn lekker zoet. Gezoet met natuurlijke honing. Nog een paar, denk ik. Oh, dit ziet er geweldig uit. Weet je, het is mijn eigen boba tea shop. Ik mag zoveel boba's toevoegen als ik wil. Ik doe gewoon een lekker goede, dikke bodem aan boba's. Gaan we nu door naar ijs. Moet ik dit met mijn handen aanraken? Oeh, ik heb net uit mijn neus gepeuterd. Ja, sorry. Klein beetje meer. Ja, en zo, laatste. Nee. Toch nog eventjes twee ijsklontjes erbij. Ja, want op die manier verdien ik meer geld. Want ik geef meer ijs uit dan tea. Dan hebben we hier deze prachtige thee. Wat voor smaak is het, zeg je? Ik heb geen idee. Here we go. Zo, lekker eroverheen gieten. Wauw. Oh, maar het begint er wel echt super goed uit te zien. Ik denk dat ik misschien nog ietsje meer ijs erbij moet doen. Want anders lukt het niet om alles op te vullen. Nee. Ja, maar ik moet natuurlijk ook nog een melk erbij voegen. Wat voor melk wil je? Havermelk? Nee, dat hebben we niet. Oh, kokosmelk? Nee, dat hebben we ook niet. Gewone melk? Nee. Spijt me, dat hebben we niet. Oh, je wil amandelmelk? Ja, natuurlijk. Natuurlijk hebben we dat. Tada! Ik ga dit sowieso knoeien. Dit gaat... Ah! Ja, zie, ik wist het wel. Oh, maar dit is wel echt gaaf. Oh my goodness. Dat ziet er zo goed uit. Moet ik nog meer doen? Nog meer? Zo. Ja, ik denk dat dat wel goed is. Ah! I love it! Het ziet er absoluut geweldig uit. En het laatste is een rietje. Ik wist niet dat er rietjes in het pakket zouden zitten. Dus ik heb mijn eigen doorzichtige boba tea rietje. Zo. Hoe ongelooflijk gaaf ziet dit eruit. Het is prachtig! Wow, het is zo cool! Oprecht, het is echt heel erg goed gelukt. Ik vind dat het eruit ziet als een echt professionele boba. Ja, ik zou hem aan jou geven, maar dat gaat een beetje lastig hier zo door het scherm heen. Dus weet je, ik ga zelf wel eventjes van deze boba drinken. Here we go. Mmm, wauw. Dat smaakt best wel waterig, eerlijk gezegd. Moet even de tapioca balletjes wegwerken. Ze zijn redelijk chewy, maar wel lekker zoet door die honing erin. Alleen, door het ijs dat hierin zit en dan ook nog eens die amandelmelk, maakt het dat je de thee niet zo heel erg sterk smaakt. Dus als ik het nog een keertje zou doen, zou ik meer thee maken. Het is mijn allereerste keer dat ik een boba heb gemaakt. Ik ben ongelooflijk trots op mezelf. Ik vind dat het een dikke duim omhoog verdient. 20 second wrap-out. Aqua, Bubbles, Jan, Luna en Vanessa, Sarah. Olga, Moonlight, Shadow, Audrey en Marloes zijn Nara. Judith, K, Lucia, Rosaline en Susanne. Isa, Lots, Wereld, Angelia, Marianne. Alyssa, Chloe, Tove, Cupcake, Fan en Noella. Amber, B, Fien, Kira, Lotte en Axelle. Luna, Snel, Merel, Audrey en Marijke, Nina. Theresa, Mara, Roos, Fatoumata en Yassina. Als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je nog helemaal tot aan het einde hebt gekeken. En wil je dan ook heel erg graag kans maken om met je naam en reactie in de 20 second wrap-out van volgende week te komen? Dat kan. Je hoeft alleen maar eventjes daar te vragen in de reacties hieronder deze video. En gebruik het woordje wrap-out. Wie weet zie je en hoor je jouw naam wel weer terug in de volgende Fan Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei!